Ja, Bert Komen, na twee overwinningen dan de eerste nederlaag. Moeten we zeggen een terechte nederlaag? Ik wil het niet terecht noemen, maar we speelden gewoon niet goed. De eerste helft was gewoon echt zeer matig van onze kant. In de voorbespreking hadden we het nog over gehad, over die gevaarlijke ingooien en hoekschoppen die ze hebben. Ja, stonden we gewoon niet goed. Afvallende bal schiet die gewoon erin. Ja, in de eerste helft kwamen we gewoon niet aan voetballen toe. En verdedigend stond gewoon niet goed. We lieten die aanvoerder te veel vrij. Elke lange bal was gewoon op hem. En hij won gewoon veel duels in de tweede ballen op het middenveld, dat we ook niet. Waardoor we ook gewoon niet gewoon door konden voetballen. Dus het was gewoon heel moeilijk, eerste helft. En tweede helft, dan proberen we gewoon weer op te pakken. Ik denk dat het ook niet heel erg is gelukt. We zijn niet echt aan voetballen toegekomen. Het is meer, denk ik, een soort van knokpartij geworden. Veel fysieke duels, lange ballen. Vooral de laatste periode van de wedstrijd zie je gewoon dat wij ook alleen maar lange ballen gewoon erin gaan pompen. En hopen dat die dan toevallig nog goed valt. En helaas niet. Aan onze kant denk ik dat het gewoon niet goed genoeg was. Ja, dan zou je zeggen, het hele slappe begin. Hè? Je weet, dit is de eerste van drie derbys die je binnen drie maanden speelt. Een derby spelen speelt op een hele andere manier. En jij bent een jongen uit de regio. Je komt geboren getogen Sassenheimer. Had je niet het gevoel van tegen Noordhaak moet ik gewoon alles laten zien met mijn ploeggenoot ook? Ja, tuurlijk. Je gaat nooit een wedstrijd in met 50%. Maar soms loopt het gewoon helemaal zo dat... Dat ze op een bepaalde manier spelen en dat we dan misschien niet de bereidheid hebben om het te belopen. Of misschien iets mentaals, ik weet niet wat het is. Maar ik denk dat we gewoon meer strijd moeten leveren. En vooral die tweede bal op het middenveld gewoon winnen. En dat we gewoon geen lange ballen moeten geven. Het was toch niet zo dat jullie na de eerste twee gewonnen wedstrijden het idee hadden van wij zijn het al? Ja, misschien kwam het zo over, inderdaad, dat je dan wat gemakzuchtiger bent. Je hebt twee wedstrijden gespeeld, twee keer gewonnen, ook met goed voetbal. Dat je dan inderdaad wat gemakzuchtiger bent. En dan komt Noordwijk en die gaan er gewoon vol op, die dekken door. Dus misschien dat wij daar misschien een beetje van onder de indruk waren, ik weet het niet. De eerste twee wedstrijden, je hebt twee keer een 8 gescoord bij het Dagblad. Je staat daar gewoon bovenaan. Dus wat dat betreft heb jij een prima start bij Rijnburgse Boys. Dat hoorde ik via. Ik hou dat eigenlijk zelf niet in de gaten. Ik krijg het vaak doorgestuurd. Maar ik probeer gewoon mijn wedstrijden goed te spelen. Alles te geven voor het team. En dan, dit keer zijn twee keer goede wedstrijden geweest. En vandaag is, denk ik als team zijn er gewoon iets minder. Even naar de slotfase. De vlam sloeg in de pan. Dat begon eigenlijk met die actie van jou, want jij speelde de bal niet uit. En dat werd jou niet in dank afgenomen, hè? Nee, klopt. Ik zag die bal gewoon naar rechts gaan. En ik zag gewoon iemand in mijn rug toch druk zetten. Ik wilde de bal eigenlijk gewoon uitspelen, maar hij ging door. Dus dan denk ik, als hij doorgaat, ga ik ook gewoon door. Het is nooit mijn bedoeling geweest om onsportief te zijn. Maar als hij doorgaat, dan ga ik ook gewoon door. Ten slotte, in de slotfase kan toch nog die 1-1 vallen. Je hebt met twee man meer, speel jij. Het gebeurt niet. Met welk gevoel ga je dan toch van het veld van toch terecht die 1-0 nederlaag? Of die 1-1 had er gewoon ingezeten in die slotfase? Ik denk dat het niet terecht was dat we uiteindelijk toch wel een gelijkspel eruit konden halen. Misschien inderdaad kan die vallen de laatste minuut doordat we gewoon veel ballen gaan pompen. Maar gebaseerd op heel de wedstrijd was het gewoon niet goed genoeg voor onze kant vandaag.